autopech op de grote weg. Het komt niet vaak voor, maar soms wel. Op deze grote weg, op deze autoweg waar je 100 km/u kan, heb je speciale pechplaats. Let erop dat je je snelheid pas vertraagt als je op de pechplaats bent. Rij hem zo ver mogelijk door naar het einde en schakel dan netjes je alarmverlichting in. Bij autopech op de grote weg moet u mogelijk uw locatie doorgeven aan de hulpverleningsdiensten. U gebruikt daarvoor het hectometerpaalbordje. Belangrijk is dat u niet vergeet de letter in dit gele vierkantje door te geven, want dat geeft aan dat u op een afrit of toerit staat of parallelbaan. Zo heeft u ook hectometerpaalbordjes met LI of RE. Dat zegt iets over de richting waarop u rijdt en dat zegt iets over welke kant op de snelweg u staat. Autopech op de grote weg, maar soms ook op een kleine weg, zoals op deze parallelweg. En dan zal je het net zien, dan sta je door de bocht met pech en dan is je alarmverlichting onvoldoende. Gebruik dan je gevarendriehoek, minimaal 30 meter achter de auto, of zoals nu, door de bocht heen, zodat andere auto's je op tijd kunnen zien.